Veel bedrijven hebben de wens om meer te doen aan duurzaamheid. Zo worden er veel gebouwen al goed geïsoleerd. Maar welke mogelijkheden zijn er nog meer? Om hierachter te komen gaan we langs Priva BV. Bedrijven krijgen te maken met behoorlijke uitdagingen in de toekomst als het gaat over de energietransitie. En dan zien we bijvoorbeeld dat de energieprijzen hoog blijven. Die zijn al een tijdje hoog en die zullen dat voorlopig nog wel even blijven. Verder zien we dat wet en regelgeving steeds strenger wordt. Zowel in Nederland als Europees gezien zien we dat gebeuren. En tot slot zien we dat het netwerk, de grid, het elektriciteitsnetwerk, steeds zwaarder belast gaat worden met al die elektrische apparaten. Gebouwen kunnen op een efficiëntere manier met energie omgaan doordat ze goed geïsoleerd zijn, doordat ze goed ontworpen zijn, maar ook omdat er goed werkende HVAC-installaties zitten. Daarbovenop kunnen moderne technologieën, zoals digital twins en AI, voorspellen hoe het gaat met het energieverbruik en daarmee nog veel meer energie besparen. Ik kan jullie wel even laten zien hoe dat met die nieuwe technologie in zijn werk gaat. Lopen jullie even mee? Ja, interessant. AI en digital twins zijn nieuwe technologieën die ingezet kunnen worden door gebouweigenaren om heel veel energie te besparen. Dat kan gedaan worden doordat AI en Digital Twins ervoor zorgen dat er in de toekomst gekeken kan worden. Dat er gepland kan worden als het gaat over de hoeveelheid energie die gebruikt wordt door het gebouw, in het gebouw en de momenten waarop dat gebeurt. Daarmee is het met die technologie mogelijk om heel veel energie te besparen. Gebouweigenaren kunnen daarmee grote bijdrage leveren aan de energietransitie door in hun gebouw dergelijke technologieën te gebruiken. Tot wel 40%, ergens tussen de 20 en de 40% zal die besparing kunnen zijn voor gebouweigenaren. En dat helpt de energietransitie omdat we een gebouwbestand hebben in Nederland waar nog een hoop aan gedaan kan worden en gebouwen ongeveer 40% van alle energie gebruikt. Er zijn dus nog meer mogelijkheden voor een energiezuinig gebouw. Op naar de toekomst van nieuwe technologieën en duurzame mogelijkheden.